Zo kun je dus ook nog een keer andijvie kweken. Onder je bonen heb je nog weer meer opbrengst van je stukje moestuin. Nou zorg ik er altijd voor dat er 5 boontjes groeien die dan bij de stok omhoog gaan. Ik zag hier deze helft van de tuin. Nou, dat is zo nat. Hier hoef ik echt geen bonen in te gaan poten. Helemaal en superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Ronald en ik neem je zoals elke week mee op de moestuin om ook jouw moestuin tot een succes te maken. En voordat we aan de video beginnen wil ik toch eventjes iets kwijt, want ik heb eigenlijk een beetje in twijfel gestaan of ik deze week wel zou opnemen of niet. Ik heb te horen gekregen dat er iemand was overleden en nou ja, het kan zijn dat mijn energieniveau een beetje minder is als normaal. Ik ben er best heel erg van geschrokken ook. Het was ook heel erg onverwachts. Dus mocht je denken van, nou het is even anders dan anders, dan weet je in ieder geval waar het van komt. Ik wou toch een video opnemen, want ja, de bonen die moeten erin en er moet wel heel veel gebeuren in de tuin. Het is ook lekker om je hoofd even leeg te maken natuurlijk, dat wil wel heel erg goed op de tuin. Dus ik denk, ik neem gewoon de camera mee en ik kijk wat het wordt. Maar goed, de begrafenis die is zaterdag en is je hoofd dan toch een beetje bij. Dus als het een beetje anders is dan anders, dan weet je dan wat van komt. Voordat ik dan helemaal emotioneel word, gaan we gewoon verder. En we gaan even een rondje doen rond de moestuin. Ik heb de bonenplantjes eigenlijk hier eventjes binnen weer gezet. Want het was buiten veel te nat. En die moeten echt gepoot worden, want ze beginnen allemaal al flink te groeien. De magie, die heb ik ook binnen laten staan. Ja, omdat het toch zo koud was. Dus ik denk, laat ze nog maar eventjes hier binnen staan. En als je goed kijkt, dan zie je dat er dus heel veel pompoenen en kalebassen weg zijn. En ik heb daar een begin mee gemaakt, want ik heb nu de warme jas nog aan. Maar zoals het er nu uitziet, wordt het volgende week gewoon nou, tegen de 30 graden. Wat hoor ik op zelfs sommige plekken. Dus ja, dan moet het gewoon de grond in. En het is nu echt belangrijk dat alles ook gaat groeien. Dus ik heb ze allemaal in de tunnelkast gepoot. Tenminste de helft, want de andere helft die gaat buiten. En ik heb ze hier allemaal langs de kant gezet, zodat ze genoeg ruimte hebben om allemaal te gaan groeien. En dan wil ik ze allemaal zo hierboven langs. En dan weer die andere kant naar beneden. En daar staat ook weer eentje, die gaat dan ook weer boven langs. En dan wil ik ze allemaal dat ik hier zo straks kan plukken. Ja, het is de eerste keer dat ik dat eigenlijk doe in de tunnelkast. Dus ik moet even kijken hoe dat allemaal gaat. Want misschien worden de planten wel enorm. Ik heb geen idee. Maar voor mijn idee wilde ik prima, afgezien dat ik wel eventjes wat aan de spint moet doen. Daar weet ik wel voor, dat ga ik binnenkort bestellen. Dat zijn van die kleine beestjes, die eten de spint op. Die laat ik hier dan los in de kast. En dan heb ik er eigenlijk helemaal geen last meer van. Tenminste, als ik op tijd ben van vorig jaar met de bonen, is het verkeerd gegaan. Hoe ik ze gepoot heb, dat kun je zien in de video hierboven. Dus op dezelfde manier poot ik eigenlijk alles en dat werkt echt super. Ik hoef geen water meer te geven. Ik geef hier ook, nou ik denk het hele jaar geen water meer. Totdat eigenlijk 2 weken heel droog is en dan geef ik nog wel even een beetje water natuurlijk. Maar voor de rest gaan die wortels gewoon allemaal naar beneden. Ze zakken met de regen, die zakt ook naar beneden. En zo zakt al het water dus naar beneden en de groeide wortels die groeien er gewoon achteraan. Super makkelijk, dus eigenlijk komt het wel heel goed uit dat het nu de hele tijd zo nat is. Was ik bij een winkel en dan vond ik deze. En ik weet er eigenlijk verder niet zo heel veel van, maar het is een kaasplantje. En het blad kun je dus gebruiken voor als kaasvervanger. En ik moest wel lachen, want ik was dus met mijn vriend heen gegaan om het plantje op te halen. En die dacht dat we dus een kaasplankje gingen ophalen. Dus die was helemaal al flauw toen we bij een tuincentrum gingen eindigen. Die dacht van, ja, moeten we hier nou een kaasplankje weghalen? Maar het is een kaasplantje. Het kan wel de kaas vervangen in gerechten. En dat is natuurlijk wel een beetje eten voor de lijn. Want als ik soms de video's terugkijk, dan wordt het wel weer eens tijd dat ik er wat aan ga doen. De aardappel ben ik even met de krabber door geweest en ik heb ze wat opgehoogd. Dat ze op ruggen komen te staan. En vandaag gaan we hier bezig en dan gaan we de bonen erin maken. Er zijn nog wat dingen wat ik er even uit moet halen, dat is toch nog weer opgekomen. En ik ga eerst eens even de grond losmaken om de bonenstokken erin te zetten en de spul erin te poten. Want volgende week wordt het heel warm. Ja, dan is het wel belangrijk als ze erin staan, want als het 20 graden is, dan zijn ze volgende week een keer zo groot en dan wil het niet meer. Dus het wordt echt wel tijd dat ze er vandaag in gaan komen, dus ik hoop dat ik alles afkrijg. Ik ga eerst eventjes de boel losmaken en dan zul je zo meteen zien wat nou het eindresultaat van is. De stokken die staan erin.
En er kwam net alweer een hele bui regen. En ik ga het nog even anders doen vandaag, want anders komt het niet goed. Ik zag hier deze helft van de tuin. Nou, dat is zo nat. Hier hoef ik echt geen bonen in te gaan poten. En aan deze kant, daar viel het mee. Dan wou ik eigenlijk de stakken daar neerzetten. Omdat je ook water spuit van het sproeisysteem voor de potten. Maar die zijn nu verhuisd naar deze kant. Ik ga kijken hoe ver ik hier kom met de lage bonen. Maar de stokbonen kunnen er in ieder geval wel bij vandaag. En dan misschien dat ik daar nog even een stukje pak voor de bonen dan. Dan moet ik even een beetje de boel omgooien en uitkieren. Omdat je natuurlijk op de wisselteelt zit. Maar ja, dat is niet anders. Het is eigenlijk heel erg nat voor de tijd van het jaar. Moet ik even kijken wat ik dan ga doen aan de slakken. Want ik denk dat die ook wel heel veel er zullen zitten. Maar goed, ik ga eerst in ieder geval beginnen met de stokbonen. Ik heb de stokken allemaal mooi er staan. Ik heb ze een meter zo en ik heb ze 30 centimeter zo. En ik kan tussen de buien door eventjes de plantjes erbij gaan zetten. Ik zet ze aan de binnenkant van de stok, zodat ze makkelijker de stok pakken en dan omhoog klimmen. Ik heb natuurlijk de plantjes al voorgezaaid. Dat zal ik hierboven nog even linken, dan kun je daar nog naar kijken als je dat nog niet gedaan hebt. En ik heb er eigenlijk veel betere resultaten mee, omdat ik ze zo in de grond doe. Als je ze nu zo zou poten, dan zouden ze gewoon verrotten. Dus ik ben heel blij dat ik het wel gedaan heb. En ja, er staat nu nog niet zo heel erg veel ook. En dan zijn de duiven er ook dol op en de muizen. Dus dan doe ik het altijd al met een beetje voorpoten. Ik zal ze even op gaan halen en de stokbonen ga ik wel doen. Want die beginnen al een beetje in elkaar te gaan. Ja, en als dat eenmaal gebeurt, zit er zo in de knoop en kun je er helemaal niks mee. Dus die moet ik sowieso eventjes hier gaan poten. En dan even kijken hoe ver ik dan kom met de stambonen. Die kunnen nog wel even een weekje staan. Dan ik heb het losgekrapt. Dan kan het even afdrogen. En volgende week dan is het water alweer gezakt. Want schijnbaar wordt het volgende week 30 graden, lees ik overal. Dus dat heb ik in ieder geval wel heel erg de behoefte aan. Dat mooie weer eraan komt. Ik ga zet even de camera neer. En dan zal ik even laten zien hoe ik de bonen erbij poot. Ik heb hier de tray met bonen staan. En ik heb er al even een plantje uitgehaald. Nou zorg ik er altijd voor dat er 5 boontjes groeien die dan bij de stok omhoog gaan. Soms komen ze niet allemaal op en dan staan er zoals bij deze bijvoorbeeld maar 3. Maar als ik dan een beetje dieper wegkijk, dan kan ik hier wel zien dat er dus nog nieuwe bonenplantjes aankomen. Voor de zekerheid, omdat het nu zo nat is, poot ik er gewoon even eentje extra bij. Zodat ik toch de stokken mooi vol heb. Maar eerst ga ik weer naar binnen, want het begint weer te regenen. Niks aan te doen. Gaan we hier maar even verder. Zoals je hoort, het regent behoorlijk. Maar tussen de buien door, dan moet het vast helemaal goed komen. Normaal kun je die boontjes dus wel erheen zetten, dan groeien ze wel gewoon door. Als ze onregelmatig opkomen, maar ja, met dit weer wil ik toch liever geen risico nemen. Dan pak ik er later liever eens een keer eentje bij weg, dan dat ik allemaal nog weer nieuwe erbij moet poten. Dus ja, dat is een beetje weersafhankelijk. Ik wacht even totdat de bui over is en dan zet ik ze er allemaal langs aan de binnenkant van de stok, zodat ze dus beter de stok pakken. En dan is het gewoon afwachten. Eerst even wachten, dat is het moestuinleven. Daar kun je verder niks aan doen. De bonen die zitten allemaal erin en ik heb ze allemaal aan de binnenkant gezet. En nou ga ik, het is nog weer veranderd. Want ik ga stoppen met bonenpoten. Het heeft net geregend en ik zal het even laten zien. Maar dit is nou niet echt wat waar ik de andere bonen in kan poten. Dus die moeten nog echt even een weekje wachten voordat die de grond in komen. Want anders dan rotten ze gewoon weg. Die kant waar de kant waar de stokbonen staan, dat is een beetje droger. Dat is nou ook gewoon droog. Maar die andere kant, dat is zo nat. Nou, ik wacht wel gewoon een week en dan heb ik ze maar een week later. Ik kan er ook niks aan doen. Anders ben ik echt bang dat ze allemaal gewoon weg gaan rotten. Wat ik wel eventjes ga doen is andijvieplantjes zetten. Het handige hiervan is dat ik deze nog tussen de stokken kan zetten. En voordat de bonen zeg maar helemaal omhoog zijn gegroeid en er geen licht meer onder komt, is die andijvie al gewoon klaar. Zo kun je dus ook nog een keer andijvie kweken. Onder je bonen heb je nog weer meer opbrengst van je stukje moestuin. Dus dat ga ik er even onder zetten. Er komt wel weer regen aan, dus ik breng de camera wel eventjes even naar binnen. Maar ik zal het eindresultaat zo eventjes laten zien. En zo heb ik ze er allemaal tussen gezet. En nou is het gewoon afwachten. En dan ga ik volgende week de rest voldoen. En dan heb ik nog een paar boontjes over. Voor als de slakken hier aankomen. Dat ik daar dat ook nog eventjes wat extra voor heb. Ik heb het wel eventjes wat in de tunnelkast gedaan. In de tussentijd dat het ging regenen. Ik heb de tomaten eventjes nog gediefd. En ik heb overal stokken bij gezet. Want natuurlijk als het volgende week dan zo warm gaat worden. Ja, dan gaan de tomaten natuurlijk ook extreem groeien.
Ik heb ze nog steeds geen water gegeven. En dat is echt helemaal niet nodig. Want als ik hier graaf, ja, dan kom je toch ook wel weer die donkere aarde tegen. Ik heb er een video over gemaakt over hoe je ze allemaal goed kunt poten. En die zal ik hierboven even linken. En ja, voor de rest kan het nu gewoon lekker gaan groeien. En ik hoop echt dat het volgende week lekker warm weer wordt. Met in ieder geval een stuk minder regen. Want ik ben er eigenlijk wel helemaal zat van. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb het er wel mee gehad. Dit is het einde van deze video. Volgende week hopelijk meer zonneschijn en beter weer, dat ik meer kan filmen. Vond je dit nou een leuke video? Geef deze video dan even een duimpje omhoog. Klik hierboven om te abonneren voor nog meer video's. En daarvoor kun je ook hiernaast kijken en direct doorklikken naar een nieuwe video. En dan zie ik jou de volgende week weer terug met een hele nieuwe video. Doeg!